Yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. Hey! Ja, ik heb jullie allemaal gegroet hier op de avond. Ja, nogmaals, iedereen hier zo in de house, welkom. Welkom. Welkom allemaal, welkom bij Spit National Dutch MC Battle 2003. En laten we hopen dat we ook 4, 5 en 6 achter die shit kunnen plakken. Maar als ik zie met hoeveel mensen jullie hier zo deze shit komen representen, weet ik zeker dat we in ieder geval 4, 5, 6, 7, 8 erachter moeten plakken. Ain't that right, my peoples? Ain't that right? Yo, we blijven zien dat iedereen hier zo is gekomen. 1200 plus, man, sterk. Yes, yes. En iedereen hier zo weet jullie de regels al, spelregels. Ik zal ze nog even heel snel uitleggen. Aye dan. We hebben 16 MC's. Want we zijn in Rotterdam geweest. We zijn in Groningen geweest. We zijn in Tilburg geweest. We zijn in Amsterdam geweest. We hebben gekeken wie de beste MC's uit de regio waren. We hebben ze uitgenodigd om vanavond te strijden voor de nummer 1 plaats. Ja? Dus 16 MC's uit het hele land gaan vanavond strijden. In de voorrondes deden we elimination rounds. Dat is 1 keer 16 bars, 1 keer 16 bars. Degene die verloren is afgelopen. Nu, omdat het een speciale avond is, omdat het de battle is, die gaat om de echt de beste gast. 2 rondes. 1x16, 2x16. Dan gaat de jury gaan beslissen wie er heeft gewonnen. 5 juryleden deze keer. Even de spot erop. Kees de Koning, Mike Redman, Kane, Dr. O en DZS. Die 5 mensen gaan beslissen wie de beste MC is. Weer met de bordjes 1 of 2. De MC's worden gekozen door de lange hand uit de hoge hoed hier zo. En de DJ die de beat spint waarop de MC's gaan freestylen is DJ Wix. Dus, dames en heren. Ik heb een cue-card, want er staan mensen op die ik moet bedanken. Dit is georganiseerd door Stichting Grap, Master of the Game, Watts, Soul Searching en natuurlijk Paradiso zelf. Nogmaals, ik ben heel blij om te zien dat er 1200 plus man zijn die komen checken wat deze MC's die hier zo aan de zijkant staan gaan spitten. Vandaag gaat het om freestyle battles, al hier in Amsterdam. Jezus, Mina, yo, ik denk dat we gewoon moeten gaan beginnen, man. Ik denk dat we gewoon moeten gaan beginnen. Waar het allemaal om gaat natuurlijk, dat wil je misschien ook weten, is een platencontract en studiotijd. Oh, ze krijgen ook een hele hoop goodies van Universal en van Fubu. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de eer. Wie is inderdaad de man met de grootste ballen? Daar gaat het hier om vanavond. En ja. Yo, zijn jullie klaar ervoor? Willen jullie weten wie de 16 MC's zijn? Ai, 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 ai. Het is maar goed dat ik cue cards heb. Ik zie hier staan Baas B. Ik zie hier staan CMS. Ik zie hier staan Mini Thug. Ik zie hier staan Diggy B. Ik zie staan Tim. Ik zie staan Fifth Season. Ik zie staan Vinny, Wicked, Presto, Kiddo C, Paradise, Lange Frans, Ahab, Gun. 16 MC's die hier zo gaan uitvechten wie de grootste ballen heeft van vanavond. Yo Wicks, ben jij klaar ervoor? People in the house, jullie klaar ervoor? Zo. Ik ga er 2 uitkiezen voor vandaag. Waarmee gaan we beginnen? Met wie gaan we beginnen? We beginnen met... Fifth Season. Tegen Diggy B. Fifth Season. Tegen Diggy B. Fifth
met de muziek 50's en een van de finalisten. Uit Groningen. Diggy, een van de finalisten uit Rotterdam. Zeg maar kop of munt. Kop. Het is kop. Dus je mag het zeggen. Het gaat dus om degene die begint. 16 bars. En dan mag jij eindigen. En dan weer. Hij 16 bars. En dan jij eindigen. Ja? Diggy begint. Diggy begint de eerste battle. Paradiso. Ja. Paradiso. Let's go, yo. Het is de eerste ronde. Let's do this. Diggy B. Check it, check it, check it, yo. Hey yo gast, waar de fuck moet ik beginnen? Je staat hier alleen omdat je kan winnen in Groningen. Ik maak hem kapot, mijn bloed valt niet te stelpen. Wat doe je? Ga naar het oosten, koeien melken. Shit, dan komen hier ouwe hoeren. Zonder van je retourtje, helemaal naar koe voeren. Ja bitch, je staat daar. Die sik is wel groter dan die van Griet Titulaar. Ha, met je armpjes over elkaar met spit. Hij staat zo omdat hij graag aan zichzelf zit. Ha, vuile flikker. Mijn beker is back, bitch. Ik heb niet met je geknikkerd. Godverdomme, wat sta je te zeiken? Vinden die ouders het leuk als je op tv komt afzeiken? Godverdomme, jullie ben je spit. Hierna kan je alleen maar meedoen aan de Paralympics. Ai, 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 ai. Fifth season, doe je niks, dude. Yo, Paradiso, what the fuck's up? Yo, first of all, ik aan de Paralympics. Rot nog op met die pimp shit. Sir Benny Miles, jij hangt MC's. Je hangt één ding van je eigen Buddha Tree camouflage. Je bent een flasje, fuck hem met fifth season. Je bent slechts een beste flasje. En ga die snuiven van de kookpunt, want je weet dat jij dat ook bent. Diggy B, je bent een Biggie, ey, dat is een bitch. Kijk naar je kop, lijkt als een snitch. Kun je lang als mij zijn? Fuck je met je gelijk twee choppers, kapuzijners. Je weet die shit toch verdwijners. Rare cap dragen, vet mager, plak staken de shit, blaken deze shits. Kijk Paradiso, ook al zie jij dat niet zo. Woe, ai, 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 ai. Diggy, you may reply. Ja. Je begint over met t-shirt. What the fuck? Hij heeft zijn kleren gejat uit een humana pak. Check hoe ik hem toetakel. Fuck deze strop. Ik hang op aan de microfoonkabel. Ha, moet ik mijn stem verheffen? Zit niet eens nodig. Met 16 lines kan ik het zomaar overtreffen. Shit, het heeft geen zin. Jij doet je ding, maar je plakt veel te veel zo'n woorden in één zin. Shit, dat klopt voor geen meter. Ik drop die freestyle, bitch. En dan komt het steeds beter. Deze gozer komt hier rappen. Hij kan beter terug naar Groningen gaan. Lekker feel jappen. Tja, om fucking scootjes zielen. Fuck die bitch, je kan je hele klik vernielen. Ai, ai, ai. Ja. Ai, ai, ai. Ja, check it out, gast. Jij moet beter. Die stilo checken. In Groningen doet geen ene moeder neuken aan viraljeppen. Niet fucken met Sies, man. Deze motherfucker viraljept nog in Friesland. Met je rare kop. Ga maar barra. Sies en Azen, ik ga bakken. Recht op in je bek, kijk dan wat je spit. Hij spit één ding en weet nog niet wat daarin zit. Kijk, hij spit alleen maar spuug. Hey, hij vindt zichzelf bruut. Staat erbij met zijn rare gun en zo'n pie in twee fout. Ik heb alleen brood. And personally, I don't like your style. So shut the fuck up, cause you ain't that versatile. You got the shit with that same power. Coming in with Paradiso with the same shit like brain power. What the fuck, man? I. Jury, nummer 1 is Diggy B. Nummer 2 is Fifth Season. Ik zie een 1. Ik zie een 1. Ik zie nog meer 1's. That means Diggy B door naar de volgende ronde. De
kop is eraf. We gaan door met de volgende twee MC's. Wordt even gediscussieerd in de monitor voor jullie. Doet hij het? Nog één? Volgende ronde, we beginnen met Gun. Tegenover Presto. Gun tegenover Presto, Gun, koppenpunt. Presto, je mag beginnen. Yo, laat je horen! Ronde 2! Yo! Ronde 2! Aha. Oké dan. Yo! Hey yo gast, waar ben je aan begonnen? Ik heb al een eerdere keer van jouw ass gewonnen. Zo, en het wordt steeds pijnlijker, want deze man is nog lelijker dan Michael Reiziger. Zo, je wordt verbaal gesloopt. Je levert je bitch ass whack en dat is maar goed ook. Yo, je weet dat ik die shit drop. Ik hang hierop aan je eigen keycord. Tja, die shit zit om je nek. Klik er nog een eind op, je shit is te whack. Yo, niemand die je shit hier checkt. Op steeds over fucking internet. Yo, je shit is een fucking drama. Niemand kent je van die showbrada's. Ja, wel, je bent een fucking grappenmaker. Ik ben genoodzaakt je fucking kop te kraken. Mr. Gun. Beating G. Yo. Paradiso. Yo, check it out. Yo, Presto, waarom kijk je nou zo verrast? Voor jou heb ik mijn fucking stijl nu aangepast. Yo, wie de fuck denk je wel dat je bent? Presto is de naam van een homofiele goochelaarsassistent. Yo, je hoeft hier echt niet te komen. Van mij fucking binnen gebeurt alleen in je fucking dromen. Yo, maar dan wordt het een fucking nachtmerrie. Je moet ophouden met rappen, er komt alleen maar herrie uit je bek. Yo, voordat ik je ass slap. Yo, je weet toch, je bent fucking nep. Ik weet niet eens waar ik je af moet gaan behagen. Je moet gewoon ophouden, je moet niks vragen. Yo, je weet toch, je bent heel gaar. Het maakt niet uit, je stik je dood met je eigen haar. Yo, je hoeft echt niet te komen. Ja. Shit, yo. Hey, yo. Ik weet niet, yo. Ja, ja. Let it go, man, let it go. Ja, oké dan. Yo, luister, ik weet dat je me kent. Je hebt je stijl aangepast, want je bent gewoon fan. Tja, yo, dat is hoe ik het spit. Presto freestyle met veel doper en shit. Yo, en yo gast, wist je het niet? Ik ben de eerste die een bitch in je ziet. Een chick is hier niet, maar veel verschillen ze niet. Wordt net zo opgewonden als hij stekeltjes ziet. Tja, gast, je ruimt als een bitch. Beter hou je snel je bek net als die side effects, bitch. Tja. Je shit is gewoon gemaakt, je wordt hier verbaal even compleet verklaard. Yo, ik verklaar je tot gek. Je bent de wackste track, of je bent de wackste gek die iets op track zegt. Ik flip het, mijn Presto komt veel iller in equipment. That's right. Zelfs wanneer je tong verliest, weet je weer op te pakken. Dat is mijn shit, man. Ja. Dat is mijn shit, G. Ja, terug. Yo, ik kom terug met de flow. Yo. Na deze fucking rijm, verdwijn je in het niet. Je zegt dat je een producer bent, maar niemand kent je fucking beats. Yo, je hoeft echt niet te komen, ik heb je al gezegd. Tegen Nelvin een gun hebben, een battle, je hebt je pech. Yo, word nou niet fucking boos. Ik heb gehoord van je matties dat je woont in een doos. Yo, ik heb je al vaker gezegd. Tegen de gun battle heb je fucking altijd pech. Yo, luister goed naar wat ik fucking zeg. Je weet toch, gun is een pro. Jij moest gisteren bukken voor Gordon naar de laatste nicht show. En nou kom je hier. Yo, hou je bek en je mond staat op een kier. Je hoeft niet te komen, je hoeft niet eens te komen flowen. Want ik weet... alles shit that you know. Yo, come up hardcore from the war. You been so nap, you couldn't even fucking score. Shut up.
Je staat er niet eens, man. Zie. Ik kijk alleen maar naar de jury. Jury. Nummer 1 is Presto. Nummer 2 is Gun. Ik zie een 1. Ik zie een 1. Ik zie 5 enen. Presto. Door naar de volgende ronde. Tim! Tegen Hubs B. Tim tegen Hubs B. Ja, hoor, de fuck is mijn geld nu weer. Hoi. Kom met mijn Tim. Het is kop. Je mag het zeggen. Nee. Jij zei kop. Ik dacht. Je zei munt volgens mij, Tim. Je mag het zeggen. Laat die jongen maar beginnen. Aydan. Ronde 3. Hoi. Tim. Tegen Hubs B. Hubs B heb ik geen fuck mee. Die boy is zo gommel en heeft zijn eigen krukken mee. Mensen staan voor Tim in de rij. Ben je soms bang voor me? Kom alsjeblieft wat dichterbij. Nou wil je voor je ribben slaan. Kijk goed jongens, hij luistert wanneer die Tim verstaat. Beter ga je zitten in je mandje, want Tim Beemers is het beste in vreten van beide handjes. Je moet van Jiggy, dat deed je best voor, maar volgens Jiggy ben jij degene die gepest wordt. En wat wil je daarmee? Ik spring op je kop, spring stof als DHC. En je doet niet mee in battles, yo. Deze foto is van Tim Beemers namens Echo. En ik ben dik, wit en kaal, dus ik wil niemand dat meer horen zeggen in deze finale. Nou, erg stoere shit. Ja. Ik zal me even voorstellen, ik ben Hubs B. Dit is Colin Tim, een dikke bitch met kut D. Gast, schud je tieten, dan kan het publiek tenminste ergens van genieten. En wat doe je wijs, gozer? Je weet toch, je maakt me nu maar steeds bozer. En ik weet, je bent een DLC-fan. Gast, die zit als algemeen bekend. Maar goed, het gaat goed met VSOP. Dit jaar Lowland, voorprogramma van DLC. Fucking holle bolle Tim, ben jij niet een soort van attractie in de Efteling? Gast, je bent lelijk, ga naar je vriendjes toe, dan kan je buiten spelen. Hey dude, ik zie je later, donder op, want ik heb nog meer te doen vanavond. Oi, oi, oi. Hey dude, dat hoor ik niet veel, ik ben Toik, Blank en Wit, jij bent niet origineel. En hier komt het fijne, de allerdoofste optredens zijn voor het begin en voor het einde. En die show voor de kinderen is DHC Fox Kids Bitch zit in het midden. Nou ja, je hoort het al jongen, volgens mij heeft die gast 40 lijns thuis verzonnen. Maar dat is normaal, want ik ben veel te goed. Want freestyle shit zit mijn bolle echt in zijn bloed. En daarvoor heb ik geen pen nodig, want shit uit je hoofd bent is hier toch verboden. Kijk hem lachen, want ik heb hem door. Fuck jou, ik knoop die shit van nu op in je oren. Lach maar naar mij, want ik zie ik ben te lang. Hubs B is een sukkel en zijn ogen die zijn bang. Ja. Keep it going. Ja. Ik moet het bekennen. Ik geef het toe, ik was een beetje voorbereid. Ik zag de smoer dat meteen al 700 lines. Gast, je bent weg. Wat doe je wijs met je veel te grote bek? Tering, moet je die gast daar verstaan. Gozer, je weet toch, Buggle is de naam. En je gaat niks doen, dan ben je niet in staat toe. Wat wil je doen? Ah, ik ga naar je toe. Check dit, wat een vet clap. Dan komt hij aan met de fucking wack rap.
gast, je kan niet wettelen. Je hebt die naam, maar wie staat je hier nu te verpletteren? Ik ben niet bang voor je aard. Wordt het niet eens tijd om naar Rotterdam te gaan? Ha, gozer, wat moet je? Ik ga naar huis en doe je moeder maar de groeten. Yeah. Ik kijk naar de jury, ik zie een 1. Ik zie een 1, ik zie een 1, ik zie een 1, ik zie nog een 1. Bel hem straks. Want we zijn even bezig met battles. En dat betekent dat Tim doorgaat naar de volgende ronde. Oké. Wat zei je? Sorry. Gaan we de hoed. Ik zie een mini bug. Ik zie Kiddo C. Hi, Mini. Kom voor me. Kom. Hi. Mini Dog verliest Tos. Kiddo C, yo, yo. Beginners. Stop. We beginnen met nummer 1, Mini Dog, Dicky. Yo, Dicky, oh, yo. Deze girl lijkt fucking Peter Jan Rens. Hij is een briljoot met een petje van Clench. Wat doe je nou stoer? Hij is een bitch, oké. Wat de job noemt ze sneller dan wat Kiddo zei. Hij is een fucking bitch ass en ik zet de tent en ligt te laaien. Hij is gelogen, hij durft zijn leeftijd niet te zeggen in die fucking spitflyer. Hij zei zijn leeftijd is overbodig. Wat heeft de wekker flow, ja, deze girl is een fucking opa. Kan je er wel stijf staan, staan als een beuk willen. Fucking mini-dog die je kop komt kraken. Je bent een bitch ass nigga, je bent fucking wack. Dus mini-dog en ik geef je ketse kaartje koets op je back. Ja, ja, hey, motherfucker, yo. Ik laat je dromen. Iedereen boe, wat heeft zijn koeien meegenomen. Je bent een fucking motherfucker. Oi. Oi. Hey. Shit, man. Ricky. Hi, Mini Dog. Yo, iedereen kan zien, deze kill is een wannabe Amerikaan. Wie deze hoed erbij, het zou de voet erbij staan. Je hebt geen fucking saus. Mini Dog, noem jezelf liever Minnie Mouse. Was een ding je misschien in Disneyland of spijkenissen. Maar hier kunnen we jou soort als skietspijn missen. We vissen dagelijks aan de gracht. Ze weten dat ik gelijk heb, de hele crowd lacht. You wannabe Mini Dog ass uit. Het enige wat jij schiet is je soca gun als het water spuit. Zoals je vader spuit in je open muil. Ik gooi je in je fucking grafkuil. Je huilt, had ik maar iets beters geschreven. Of was ik maar bij Mami Dog thuis gebleven. Had ik maar een leven. Hey, 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 good. Ja, 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 je wint er niks mee, man. Hey, yo, zullen we één keer op het podium staan? Blijf maar chillen, anders gaat het licht, huislicht aan en dan kom ik je... Oh, sorry. Gaat het huislicht aan en dan kom ik je halen. Yo, yo. Mini Dog is weer in de opmars. Hij noemt mij Amerikaans, maar hij heeft de intro betaald met dollar. Wat doe je nou fucking stoer? Je bent een race nigga. Je bent een race ridder. Je bent een fake nigga. Kiddo C, je bent een bitch, oké. Okay? Fake loop bouwen, ga door tot de rapper als ik 50 ben. Ben ik wannabe dit, je bent een wannabe 50 cent. En je moet me niet aanraken, want je bent gedisqualificeerd. Motherfucker, je bent gewoon een arme stakker. Dan wat wil je komen doen, motherfucker? Skankertje op, bitch ass, motherfucker. Kan je wel je middelvinger, maar dan kan je je reet steken. En laat je haren wel groeien, dan kan je zijn reet vegen. Luister, luister, luister. We gaan niet zeuren over disqualificatie, want er worden alleen maar pet op mensen in hoofd gezet en daar ben ik best wel down mee. Rick, dat man. Yo,
Goddamn, wat moet deze kleuter nou? Bitch, ik heb sokken die ouder zijn dan jou. En die is zelf een soort geur verspreiden. Met zo'n muur van jij nooit wijzer. Ze zullen nooit hun benen voor je spreiden. Je hebt een kleine, je bent lief als Anne van der Leijden. Ik ken je privéleven als een van de meiden. Een bed met mij kan je beter vermijden. Ik geef een slechte tijd als die soapserie. Ik ben weerie, eet je op als heer herrie. Dat is een Surinaams gerecht. Bitch, jij hebt geen plaats in dit gevecht. Je bent een motherfucking kleine Mickey Mouse. Liever ga je naar je motherfucking house. Moet ik nog doorgaan? Yo, deze kill is al verloren. Ik kan al doorgaan, peace. Oi, oi, oi. Hey. Het wordt warm hier op het podium, mensen. Ik zie een 2, ik zie een 2, ik zie een 2. Ik zie nog een 2. Kiddo C gaat door naar de volgende ronde. Jongens, 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 jongens. Chips! Wicked! Chips tegenover Wicked. Chips. Koppervlucht. Hai. Ja. Chips gaat beginnen. Yo, what up, Panna? Wicked volgt. Yo, Wicked. Check a Wick deze shit. Kick, kick. Yo, check it. Yeah. Hey yo, backstage, was je druk bezig met je fucking klassie. Deze man is de grootste fan van Osto Bossie. Fuck jou, je stijl is uitgekoud. Ik weet niet wat je nu wil, laat staan wat je buiten wou. Hey yo, mijn stijl is rocket, dus ik zeg fuck it. Je staat hier met je blitse outfit, rap voor de dockets. Hey, ik doe mijn shit rechtstreeks uit mijn koppie. Raps ga je droppen, maar bossen vast sloppy. Ik ken je stijl niet, ik heb je nooit horen rappen. Maar bij deze krijg je klappen op je oren. Ik zeg je, hey yo, check it. Ik moet als eerste beginnen. Nog steeds kom ik met vocabulaire en mijn zinnen. Check it, deze shit staat zo op ontploffen. Het zou zijn dat je gaat buffen. Check it, ik ben bij jou op mijn sloffen. En ik heb een hekel aan chappie motherfuckers. Oké. Wicked! Sorry. Is dat zo? Zeg in. Ik hoef eigenlijk niet eens zoveel te zeggen. Het is zo lang gebeurd dat ik hoef niet met bloed te spitten, want de shirt is al rood gekleurd. Deze gast chips, ik heet hem zo op. Daar te backstage lag een zakje en ik zei erop. Deze gozer heeft eigenlijk heel weinig gezegd. Als die mij agressief en ben ik agressief als de best. Hij vergelijkt mij met Def B. Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen, dat heb ik liever niet. Ik heb eerlijk gezegd dat ik van zijn freestyles hou. Waar ik mee ben geworden, geïnspireerd en wat ik verder wou. Ik heb hem eigenlijk daar nog even naar. Chip staat die wil zeker, maar yo, wat doe je raar? Je zegt eigenlijk niet meer dan yo, check it. Ik sta in de finale. En ik zeg het tegen dus, jongen, wat kom je hier doen? Beter ga je weg, Paradiso wint eigenlijk Reapers, die deed het echt. Yo. Run it, run it. Yo, je bent behoorlijk gek, hoor me gek. En yo, 23, staat het voor je leeftijd of de battles die je verloren hebt? En yo, fuck it, je kunt nooit van me winnen. En yo, ik ben als een breker, ga op mijn hoofd spinnen zonder rustige buiten. Je weet nog hoe het zit? Ik hoor je fluiten als je niks meer weet te spitten. Deze shit heeft ritme, ik kick het. En je stijl is uitgekoud, check it. Ik doe mijn ding vet rocken. En yo, ik snap niks van jou. Je hebt niet eens een stijl, je hebt niet eens lines. Je hebt niet eens puntjes die hier de moeite waard zijn. En op je scherm schrik je de hele zaal af met je lelijke rotkop. En yo, want die plaat van jou die flopt toch, fuck it. En yo, ik maak die 16 vol en rap voor de lol. Ik zit boordevol, check. Wicked. Wicked, wicked, wicked.
Ik heb zo'n idee over deze gozer echt. Volgens mij heeft hij 2 keer precies hetzelfde gezegd. Wat hij zegt is eigenlijk niet zo'n chips. Zijn stijl is als friet en daarom zeg ik deze dips uit. Ik stop je erin, haal hem door de mangel. Want deze gozer is geen rappel en maakt mij zeker niet bang hoor. En trouwens 23, niet mijn leeftijd. Vorige week 25 gewonnen, tegen jou zeg ik schijt. Ik jongen, hoef ik niet in de volgende ronde te zien. Paradiso staat achterop, een echte koning. Misschien een slim of lange Frans, dat geef ik echt wel toe. Ik ben niet zo goed als dat eigenlijk. Doet het er niet toe. Ik moet zien van deze gast te winnen. Staat hij met zijn blauwe en zijn lelijke kop wat verder te pinnen. Het waren de 16, het waren de 16. Huilen niet om. Dat is niet aan de schuilschool, niet aan de schuld. Wix, 16, 16, tel 16. Anders worden die jongens zenuwachtig. Nummer 1 en nummer 2, zeg jullie maar. Ik zie een 2, ik zie een 1. Oh, dan moet ik gaan tellen. Het gaat, Mike, je weet het niet? Mike, weet het niet. Nee, eerlijk. Ik ga je niet onder druk zetten, Mike, dat doe ik niet, zo ben ik niet. Maar je weet het niet. Dat betekent dat ze weer 1 keer 8 bars moeten spitten. Dat is cool. Dat is cool, want zo zijn de regels. Als we niet eruit komen wat de jury zegt, dan moet ze nog 1 keer 8. Yo. 8. Ja. 8 bars spitten, ja? Yo. 8 bars, fellas. Check. Ja. Ik wil hier niet te lang blijven, want dan wordt mijn drinken warm. Ik stomp je, net als EF's linkerarm. Je weet toch, mijn stijl is veel te vet. Je wil het praatjes hebben, maar je komt super wack. En yo, je bent geen rapper, je hebt net punt van wel gezegd. Je weet toch hoe het gaat en je verliest in dit gevecht. Mijn battle raps zijn veel te zwaar voor jou. En je weet het gaat... Wat wou je nou? Fuck it. Als je van me wil winnen, komt het tenminste met 1 punchline. Of in ieder geval een zin die rijmt. Wat willen zeggen, Chips? Hier staat hij wel, je kan niet eens tellen. Tot 8 of 16 is het wel. Deze freestyle tijd is voor jou nu wel over. De volgende ronde is voor mij, ik zeg het je, geloof me. Ik kijk weer naar de jury. Ik zie 2, 2, 1. Kees? 2. Oké, 2. Het is dus Wicked gaat door naar de volgende ronde. Ik zag meer 2's dan 1's, dus dat betekent Wicked gaat door naar de volgende ronde. Jongens, maak het mij nou niet zo moeilijk. Steek gewoon je bord omhoog, zodat ik kan zien wat er aan de hand is. Een bord op je knie, what the fuck, moet ik daar nou weer mee? Hoeveel hebben we nog? 1, 2, 3, 4, 5. Nog 2, hè? CMS. Tegen baas B. CMS, kop of munt? Ja, oké, CMS. Begint. Yo, what's up? Aizo, let's do this. Oh, yo, dan kom ik in het huis. En voor baas B is het nu pluis. Maar niet heus, yo, een interview met MTV. Ga je winnen? Helaas, nee. Baas B, ik blaas C. En mijn stijlen. Ik kom freestylen, veel geiler. Yo, ik kom hier voor die zaal. Ik heb schijt aan jullie allemaal. De Nederlandse taal, ik beheers de vaardigheid. Voor de aardigheid, geen eigenaardigheid. Ik drop die rare schijt en ik heb schijt aan baas B. Maar dat is mijn zaak niet, nee. Je ziet eruit als een kleine stumper. Een sufrukkende kutprutser, een hufter. Yo, ik kom zo hard en rauw. Ik kom zo lauw en ik heb schijt aan jou. Aha. Baas B, baas B, 16, 16. Dankjewel voor de introductie. Met je kutkop. Je weet toch wat het is dat die man die standaard altijd kut dropt. Ha, je spit er niks nada. Het enige wat ik hoorde was bla 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 bla. Je weet toch dat die shit klopt. Ik breng die rauwe shit, ja. Noem het maar hip-hop.
What the fuck, yo, ik geef je hier straf. Ik ben die kleine motherfucker, maar dit is een lange giraf. Jongen, je bent een mal. Zie je naar je shirt, ga op basketbal. Jongen, ik breng het altijd lijver. Ik spuug in zijn gezicht en zeg dan sorry, ik heb vijver. Dat zijn gewoon die dingen. Bij jou roept iedereen boe, bij mij staat iedereen te springen. Serieus, dit is mijn ring, mijn dagelijkse swing. Baas B is gewoon de king. Wacht even, man. Die is snel. Misschien wil ik nog wat zeggen. Shit, man. Misschien ook niet. Ja, misschien wil ik wel wat zeggen. Yo, er is altijd baas boven baas, grote blaas, kaak. Yo, je kijkt tegen Klaas vaak, je slaapt vaak met een knuffel. Ik eet paddenstoelen, truffels, je ziet eruit als Barney Rubbel. Je bent nu in big trouble, je bent een sukkel. Ik kom weer met mijn honkbalknuppel. Ik sla je dubbel en ik sla mijn slag. Ga aan de slag, dat wat je het laatste zag was een glimlach op mijn smoel. Weet je wat ik bedoel? Ik voel de beat en het verveelst te cool. Eigenlijk zeg je me helemaal niks. Ik ga liever staan chillen met de DJ Wix. Of Toetol, het is een dope man. Ik weet dat ik de stijl veel doper droppen kan. Stoppen dan, dat is de bedoeling. Baas B, ik ram je smoel in. Oi, oi, oi. Oh. De agressie allemaal, hè? Ja, agressie. Je weet toch, hij is agressief. Deze man die komt eraan, ik ben ook niet zo lief. Je weet toch, zie je mens, krijg toch de pleuris. Dit is de paradiso, dus ik wijs je waar de deur is. Je weet wat mijn geur is. Je weet dat ik Frans heet, nee de baas. Je weet toch, hé, je hebt geen kaas gegeten. Ik wil niet eens weten wat je gaat eten. Luister, ik heb voor hier nog nooit hoe je hebt geheten. DAC, jongen met jou ben ik niet down. DAC staat voor domme achterlijke clowns. Ja serieus man, ik maak geen grappen. Deze kill, kill ik gewoon in twee klappen. Geen grappen, twee stappen, zo klaar. Dus DAC, what the fuck, gozer, ho maar. Zo klaar, het is niks nu over. Ik heb je gebatteld, jongen, je kan het bijna niet geloven. Well, you better believe it. Jury, ik zie een 2, ik zie een 2, ik zie een 2, ik zie 3 2's en 1-1. Dat betekent dat baas B doorgaat naar de volgende ronde. Hoeveel hebben we er gehad? 5 of 6? Nee, 5. Nee, 6. We krijgen nog 2, toch? 2. Lange Frans. Tegen Paradise. Oeh. Je mag het zeggen. Begin jij of begint hij? Alsjeblieft, Frans. What's up, Paradiso? Oké, dan. Zin 1 heb ik voor je, ouwe. Wat doe je hier? Volgend jaar is pas voor vrouwen. Niemand is hier met je down. Dit is geen auditie voor motherfucking clown. Geloof het nou, ik vind je wack. Je zegt op tv dat je fan bent van Te Relaxed. Ik zou je willen slaan op je fucking bek. Dat doe ik niet, want dat vindt de jury iets te gek. Hey, je bent lek als een lekkende kraan. Geloof me, rap is voor jou geen carrière en geen baan. Dus neem geen plaat op en gooi niet met bandjes. Ga staan in de crowd en klap met je handjes. Doe met me mee, je bent een bitch. En nu hou ik alweer bijna mijn mond dicht. Er vallen doden en er vallen gewonden. Spit wat je wil, ik wacht wel tot de volgende ronde. Zo. 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 Oké, what up, Paradiso? Oké, dan, check dit, hè. Lange Frans. Oké, Lange Frans ontmoet Lange Hans. Je ziet hem nu nog niet, maar je voelt hem straks wel achterlangs. Ja, ja, dan kan je hem droog aankijken. Maar je weet toch, hoor je die beat niet? Die was hem in de maten blijven. Shit, dus ga naar huis. Ik stuur je terug naar meter 53, richting die Diemen-Zuid. Je claimt de Amsterdamse straat, dat is grappig. Je woont in het fucking dorp ernaast. Het maakt niet uit, je spit even goed belabber. Je wordt geript door een echte Amsterdammer. Echt waar,
Je kan het niet gebeuren. Mijn buurt kom jij niet uit zonder kleerscheuren. Echt waar, je bent gewoon niet niks. Ik smash je kop tegen de straat en noem dat een straatremix. Wat ben je voor flikkertje? Je bent die straat, iedereen speelde vroeger bij de tikkertje. Dus ga de pop Hey, hey. Die zaag zit er goed in. Oké. Dat was allemaal leuk. Genoeg gespeeld, genoeg geneukt. Ik zag je in Groningen, je hoort bij de fake Fransen. Je kwam niet om te rappen, maar om te breakdansen. Nou echt, serieus. Dit is je laatste ronde en je laatste keus. Je hebt twee wacke bitches met je mee, maar die rollen met jou omdat ze je zien op tv. Paradise, je bent niet nice. Fok met Frans en je bent in één keer paralyzed. Rolstoel, kan er niks aan doen. Ik verkoop remixes voor de boen. En wat heb jij gedaan? Ik ben geen Amsterdammer, maar ik puff je weg als drie White Widow grammen. En wie ben jij? Je leeft niet live on the pro, want ik heb je nooit gezien bij Live on the Low. Oké dan. Luister. Check het, hè. Je had gelijk, ik ben Turry fan. Dus maar fok niet met me. Want ik gebruik jouw promo als fucking onderzetter. Ja, je dacht dat ik dat niet kon. Ik heb geen medelijden omdat je lijkt op Parkinson. De shit, gast. Ik rip je, dan nog. Ik zie jouw outfit en denk shit, de skier is die kant op. Dat je me aanstaart. Hoe kom je binnen? Met je studentenvereniging, ja kaart? Shit, ik heb je zwaar bewaakt. Echt waar shit, beter heb je die shit gestaakt. Echt waar, ik ben tot de tanden bewapend. En ik stuur je naar huis als de grap van de avond. En ik hoor ze boer roepen, ga je er maar aan storen. Straks tijdens de ringrace ga je die shit nog vaker horen. Yo, dus nu jagen ze weer. Je weet toch, ik ben tuig en ik doe je zeer, bitch. Jawel. Dit was een zware voor de avond al. Dit was al een zware. Jury! Ik zie een twee. Ik zie nog een twee. Paradise gaat door naar de volgende ronde. Oeh, er zijn er nog twee over. Yo, ik ben één briefje kwijt. Zie je? Dat gedoe met die hoed, door dat gelul met die hoed ben ik één briefje kwijt. Linksvoet. Nee, dat is een strippenkaart, man. Jezus. Ja, we hebben Ahab nog. En wie is die? Wacht even. We hebben mijn regels. Vinnie. Ja, Vinnie en Ahab. Dit gelul met die hoed. Ai, de volgende die mijn hoed pakt is gedisqualificeerd. Klaar? Domme. Shit, joh. Vinnie tegen Ahab. Ahab, kom op punt. Hop. Disco. Zeg maar, Ahab, begin je of mag hij beginnen? Yo, ik begin deze battle, maar rap misschien wel als enige. Want deze gast verslikt zich als het tijd is voor verdedigen. Ik doe shows van para naar Alforso. Hij is zo'n grote lul, er groeit nog een lul uit zijn torso. What the fuck wil je maken? Zaken zijn zaken. Doe maar zielig, gozer, dat kan je niet raken. Fuck it. Yo, wat wil je maken met je sweater top? Yo, ik doe deze shit gewoon vet uit mijn kop. Yo, ik kijk naar het publiek en ik vraag wie is uniek? Gozer, doe niet zo ludiek. Yo, ik hou het serieus en ik neem je bij de neus en geef je een rotschop. Gozer, ik schop je de deur uit. Fuck it. Wat wil je maken? Begin je met je armen te zwaaien. Maar niet uit, want deze gozer begint nog maar net warm te draaien. Wacht maar op de tweede ronde, duurt een paar seconden. Maar dan kom je nog fucking stronger, hey. Hey. This is the second time he dissed me with mom, yo. What up?
Yo, come on, you diss me with my arm, but no one giggles. I'm handicapped, but his whole flow is crippled. So what the fuck you gonna do? Shit, when I'm standing here right in front of you? Yeah, there's nothing you can do except grab your water. Fuck for to battle me, you need holy water. Come on, you ain't gonna win this. You got a longer road ahead of you than a pilgrim. In the last round, I already killed him. So what is up with this? He's still them. Fuck, man, why try to do this? MC, man, you is clueless. Shit, you must be really stupid, cause I thought we already been through this. You against me, that ain't no match, kid. You burning up quicker than a matchstick. Hey yo, je maakt je veel te druk, man. Ik land ervan, dat weet je. En daar word je pissig van als Amsterdamse steekjes. Of niet hoor, kom maar terug naar het publiek toe. Ja, yo, geef me een prop, man. Jij bent doodoe-gozer. What the fuck wil je maken? Sta niet zo dichtbij, want ik stonk je. Yo, ik praat als stoer, maar ik ben bang voor zijn stonkje. Daarom stap ik achteruit. Fuck it, je bent geen fluitwaard. Yo, maak ik je kwaad omdat ik praat over je arm of zo? Want je bent arm aan skills. What the fuck wil je maken, yo? Je hebt geen skills te pay de bills. Om de rente te betalen of de huur, yo. Ik hou het gewoon puur, gozer. What the fuck wil je maken? Trap je tegen de muur hier. Schreef in Paradiso. Fuck je dick rider. Schizo. Elke keer weer als je me hoort, yo. Fuck de microfoon en zet een goede toon. En beloon je met wat dope rhymes. 16. Hold on. He dissed me with my arm. There's no harm in that. I keep on spinning till he gets a heart attack. Fucking yeah, you're from Groningen. But nobody really knows this man. I mean, who the fuck is he? Does he call himself Vinny an MC? But he's not. Look, he's really ain't hot. Motherfucker, man, I kicked you out of your own squad. Nobody even knows you. Fucking man, you got those whack vocals. Damn it, man, you got no dope rhymes. You're whacking a mini dog when he choked twice. And brother, damn, you got to know this man. Fuck this, the one arm, the opponent is. You dare to call yourself a vocalist? Shit. Jury. 2-2. En nog een 2 en nog een 2. Wat is dit? Wat is dat? Een 2. En jullie zijn komieken vanavond, hè? Zoiets. God damn, yo. Ahab gaat door naar de volgende ronde. Hey, alle battles zijn geweest. Laat me kijken. Ahab in de volgende ronde. Paradise in de volgende ronde. Baas B. Dankjewel. Wicked, Kid O.C., Tim, Presto en Diggy B. Yo, spin even een track. We zien jullie zo terug. Al hier op podium. Check it. Ai. Alle 8 MC's zijn er weer bij het podium. Jongens, we gaan door met de volgende ronde, de semifinale. Semifinale. 8 mensen hier zo in die hoge hoed. 4 battles. En we gaan kijken wie er doorgaat naar die halve finale. Trouwens, de hele shit wordt opgenomen door MTV en uitgezonden op 28 november om 7 uur. Geloof ik? Ja, ik weet het, man. Ik dis ze liever ook, man. Weet je? Ja, moet ik het... Nee. Nee. Laat maar. Luister. We gaan door met de volgende 2 mensen. Voor ik broeia word. Dus 1. Wat? Oh, hij moet al snel weer Ahab. Tegenover Diggy B. Ai. Paradiso, zijn jullie klaar voor de tweede ronde? Ahab, kop of munt?
Hi, Diggy. Okay. Je mag beginnen. Ja. Wix, let's rip. Oké, Ayab, ik zal niet beginnen over je arm, want ik hang je zo op aan je eigen blinde darm. Deze gozer is fucking fake, als hij battles doet, neemt hij altijd zijn ouders mee. En bovendien is hij fucking wack, hij treedt op in het voorprogramma van Direct. Ja, het is echt waar, dat is die shit. Face it maar, bitch, je wordt hier gruwelijk gedist. Die Ayab, hij heeft een fucking probleem, hij heet eigenlijk Guusje van der Steen. Haha! We moeten zo om je lachen. Ik vind je al jarenlang een zielige motherfucker. Shit, ik sta hier toch nog in Bremen. Dickie P, bitch, ik kom Den Haag overnemen. Je zou het moeten weten. 16 lijzen motherfucking schedel gespleten. Ai. Wat een agressie weer, joh. Wat een agressie. Yo, it's freestyle, pretty nose. Come on, yo. This cat gets less chicks than Johnny Bravo. No, let me rephrase that sentence again. He gets less chicks than Tim. Oh, maybe he does have a boo. Just not if you do. Do you? Well, shit, if you have one, I can't help this bit. I probably would have fucked her with someone else's dick. Come on, yo, what you gonna spit? You're not original and you know this shit. Superior, that's what I am. You're inferior, you might as well stop rhyming. I pray you out like a game of poker. I'm the king and the ace, you can be the joker. Everyone got to watch this as this spit battle turns into a swallow contest. Hi. Hey, mijn moeder is er ook, hè? Mijn moeder is er ook. Wil je mijn moeder ook dissen omdat ze kon kijken? Nee, toch? Oké. Shit. Oké, check it out, Dickie Pieke. Voel het schijt. Vind je echt niet dat hij de stijl van Eminem bijt? Ja, het is echt waar ook. Come on, face it, boy. Je wordt door de Dickie P gesloopt. Shit, ik ben de eerste met die mic. Maar fuck de mic. Geef deze junk een crackpipe. Dickie P, ik doe die freestyle zonder rem, maar wat doe je? Ik doe het uit mijn hoofd, ik hoef het niet te pennen. Shit, ik doe die freestyles uit mijn hoofd. Ik sprak net een paar doven, die vonden die shit dope. Die fucking AM heeft geen ruggengraat. Het is je moeder voor mijn dildo, die er niet meer uitgaat. Ha, wat loop je te schudden? Zelfs met een breekijzer kom je er nog fucking niet tussen. Dickie P, ik kom fucking hard als slik. Jouw mag de fucking ecstasy, kom je nog niet strak. See. Yo. Check it out. Yo, Yo, you call me Eminem? Come on, my man. You ain't dissing me. You're giving me a compliment. Cause wait now, if this is Eminem and this is 8 Mile, that would explain why I'ma win the battle with the best freestyles. Proper raps, I'ma rip off your head and keep it as an artifact. Yeah, you wanna hear some other facts? You remind me of Ja Rule, cause you motherfuckers whack. I break down your confidence. You ain't rapping, that's verbal incontinence. I'm so dope that after the show he be asking me to write a suicide note. Yeah, that's what I do. Shit, that's how I fucking confronted you. Our lives are in the same stage. I'm spreading ill shit, he's spreading AIDS. I. Jury, ik zie een twee. DCS hoef ik niet eens meer, man. Ahab gaat door naar de volgende ronde. Tim tegen Kiddo C. Tim tegen Kiddo C. Tim, kom op mond. Hi. Kiddo, let's do this. I did. Yo, word up. Dit is die ill shit. De vier oog tegen de drillpudding. Deze keer laat één pub zorg voor opschudding. Ja, je weet, ik ben publieks favoriet. En als je alles wint, krijg je van mij een zak friet.
Je weet toch, die grote Vlaamse. Maar eerst spit ik al het vlees van je geraamte. Met je vrouw heb ik een verhouding. Ik heb nog meer slecht nieuws voor je. Ik spijt op haar trouwring. Die je nu kwijt bent. Ja, ik ben die levende legende. Jij bent verwend. Woont in een tent. Poor white trash. Je bent alleen maar in deze shit voor de cash. Je wil zo graag die finale halen. Zodat je de rest van je operatie kan betalen. Maar je gaat falen. Overlijden aan kwalen. Yo, is er een dokter in de zaal? Want dit wordt niet vergoed. Hold up. 16 is genoeg, kiddo. 16 is genoeg. Let's do this, Wix. Je hebt niks origineels gebruikt. Wie is al kanker begon? Die begint over mijn buik. Wat maak je nou voor grappen? Als ik een Suriname was, zou ik niet voor je klappen. Ik ben een rotste in de kraut. Volgens mij is heel Sanang niet meer trots op jou. Oh shit, kijk via oogjes. Ik heb echt een tyfus hekel aan kerosine. En waarom is die bang voor deze blanke? Mi pitri moro yuk de mi itaksranang. En voor iedereen die het niet verstaat, ik bel zelfs beter als ik Surinaams praat. Je bent een kanker, bitch. Hou alsjeblieft je fucking bril dicht. Ik ben zo doodziek van jou. En als ik klaar met je ben, lijk jij op een vrouw. Oi. Oi. Aman taksranang. Zabido. Wat praat je nou Surinaams? Je was nooit in Suriname. Als ik naar jou kijk, krijg ik plaatsvervangende schaamte. Voor hiphop ben jij geen goede reclame. Yo, ben die kill die je breekt in je reetnaam in de kleedkamer. Ik ben je motherfucking peetvader. Sla je in je hoofd met de hamer. Wat zit je nou te wijzen met je vinger? Bitch en swinger, ik hang je op aan een slinger. Op een feestje. Als je kinderen had, waren ze na vandaag een weesje. Vraag het aan je meisje. Where is born, je image me niet. Je bent een motherfucking travestiet met een dikke tiet. Yo, zit jezelf maar even af te leiden. Maar die vrouwen die willen nooit met jou fucking vrijen. Want als je in een bed ligt, niemand die daarbij past. Je gaat mij niet vreten, ren terug naar je ijskast. Maar op duizenden, heb je godverdomme niet leren hoe je moet luisteren? En volgens mij heb ik gelijk, want het publiek klapt niet voor jou, want ook aan jou hebben ze schijt. Nee, kan je me goed verstaan? Ik ben heel erg blij dat je uit jezelf in de hoek gaat staan. Denk je dat je daar geluid hoort, want heel de zaal weet je dat je daar toch lekker thuis hoort. Ik steek heel die kankerzooi in brand. Kijk, hij luistert ook naar mij, dus ook hij woont in een mand. En waar ben je aan begonnen? Je slaapt s'nachts in een kennel tussen de honden. Want je moeder houdt niet van jou. Opgedonderd jongen, wat wilde je nou? En je bent een domme eikel. Heel de zaal weet als Tim Beumers komt op heibel. Oi, 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 oi. Jury, nummer 1 is Kiddo Z. Nummer 2 is Tim. Ik zie een 1. Ik zie een twijfel. Ik zie een 2. Ik zie een 2. Ik zie een 2. Dus 2 tegen, ja, dus Tim. Tim gaat door naar de volgende ronde. Ja. Ja. Ja, jurylid, jurylid. Is niet makkelijk. En niet leuk om het doen. Maar ze doen het goed. Serieus, anders krijg je allemaal van die gasten 1, 2, 1, 2, nee man. Gewoon knopen doorhakken. Boe. Presto. Tegen Paradise. Mag beginnen. Oké dan. Mr. Wix, zijn jullie nog wakker? What you got for me? Oké, kort verhaaltje. Dit is Presto. Hij hoort hier niet, want hij is een producer. Luister, hè? Oké, luister.
Je bent een producer, beter was je het ook gebleven. Echt waar, nu ziet iedereen het. Je bent lelijk, je bent een producer. Dus kom met de fok niet kraken, ga naar huis. Ga een keertje dope beats leren maken. Je bent een producer, waarom wil je mics rippen? Ben je bang met niemand anders over je beats gaan spitten? Je bent een producer en een fucking loeder. En de enige die je beats dekt is waarschijnlijk je eigen moeder. Je bent een producer, echt waar. En kon nou maar niet staan als een bozer. Want je weet toch, ik ben die fucking bulldozer. En valt over je heen, want ik ben zo gemeen. En je weet toch, je bent een producer. Ik maak je onsteeds klein. Waarom flinks verslik je zo vaak in jouw cliché rijms? Shit. Yo. Hey, yo. Ja. Waar zijn je? Luister. Yo, Paradise, met zijn lelijke kankerkop krijg je nooit een lekker wijf. Hey yo, je crew heet toch H3? Dat is dus de mannelijke versie van K3. Yo, je bent gewoon een bitch, beter denk je aan een carrière switch. Yo, iedereen weet dat ik doper kom. Deze man heeft nog steeds zijn haar als een Pokémon. Yo, die stijl is voorbij, de battle van jou is over en de ronde is voor mij. Yo, je wordt die verbaal gesloopt. Iedereen vindt je kutkop lelijk en dat is maar goed ook. Yo, bitch dat je bent, ze juichen voor je, al je vriendjes van internet. Ja, je hebt geen echte vrienden. Je hebt alleen vrienden als je veel geld zou verdienen. Ai. Er is een producer die, die wat te zeggen heeft, Jack. Oké, dan. Dus ik heb een kankerkop. Yo, je lijkt me overstuur. Jij hebt het kapsel van een motherfucking chemokuur. Shit, dus kom ik het toch niet zeggen. Weet zo, ga liever thuis omleggen. Shit, gast. Als we op internet gaan praten. Jij bent degene die altijd toppen zit te maken. Op ML, ik lees ze elke dag. Dat maakt niet uit, gozer. Ik ben degene die jou racht. Echt waar, gozer. Ik kom je op steeds rippen. Echt waar, al jouw tracks zal ik liever even skippen. Dit zijn maar 16 bars en ik zeg nu later. Jouw shit is als een brainstorm en een klein glaasje water. Een kerel, kom in die flesje. Je weet toch, kom maar niet op de mic testen. Dit is Presto met een fucking wax flow. Echt waar, chap. Ik racht je gewoon van hier tot in op de fucking catwalk. Wat je doet, man, yo. Whatever. Tot op die catwalk. Yo, deze ronde hoeft niet langer te duren. Hij heeft een polsbandje om voor zijn rugblessure. Yo, je stijl is fucking kut. Ik wil niet in je buurt komen, want ik haat je lucht. Yo, beetje flikken in eind heen. Want je wordt hier nu in je ass gesloopt en niet zo meteen. Yo, je vindt een beat snapper shit. Die shit is dood, vraag maar aan Kees en Extins. Ja, want ik sta op zijn volgende cd. Ja, en waarom de fuck doet deze bitch hier mee? Ja, alleen, yo, deze bad is niet voor mietjes. De enige die voor je juichen zijn zijn vriendjes. Yo, ga je moeder roepen. Je hebt al je vriendjes opgetrommeld om boe te roepen. Yo, je wordt gesloopt en je weet het. Yo, de vorige ronde, bitch ass, vergeet het. Eén. Paradise, door naar de volgende ronde. Paradise, door naar de volgende ronde. Zijn er nog maar twee, toch nu? Heb ik goed geteld? Ja, ik heb goed geteld. Baas B. Tegenover Wicked. Baas B tegenover Wicked. Baas, aangezien ik jouw naam eerst noem, mag je zeggen, kom op punt. Oh. Wicked nummer 1. Baas B nummer 2. Mr. Witch. Baas B,
berenlul, zou je bedoelen. Ik spit je back vol met mijn gezeik, zonder door te spoelen. Deze gast zit in de crew, D-Man. Die naam zag meer dan Jennifer Lopez aan de pik van Ben. Wat is dit? Je staat hier wel koeltjes bij. Je staat hier solo, maar niks wat je zei. Want je laat mij weer beginnen, ik weet het, het is lap hoor. Kom er naar op terug als je zegt, ik ben zo hardcore. Lange Frans, die is er inmiddels weer vandoor. En nu alweer ik je klik, jammer hoor. Straks in de finale plaats, zie je me daar blijf. Baas B, D-Man, ik zeg het, je bent vrij. Alright, yo. Alright, je mag hem afmaken hoor, die 16 bars, echt waar. Doe me niet moeilijk over. Oké dan, Wick Ed, je weet toch zeker dat je als een bitch rapt. Je staat in de zaal, wordt je eigen homies gekidnapt. Je weet toch, yo, die shit's echt. En wat je spit, sorry, dat vond ik echt wat minder. Ik ben nummer 1 en hij is nummer 23. Jazeker, check het echt zo. Check gewoon hier hoe ik de klep van je pet flow. Ver van je pet show, rot maar op. Ik wil gewoon niet kijken naar zijn irritante kop. Je weet toch, ik ben de beste bij spit. Die haren op je kin, noem je dat nou een sick? 05, staat je lul stijf? Hou je bek, je weet dat ik hier geen moe schrijf. Freestyle uit mijn koppie, represent de moppies. En wat jij brengt is gewoon shit, klopt niet. 16 bars. Dat je over 23 begint, origineel al. Volgens mij hoor ik dat in de volgende ronde ook hoor. Kan aan mij liggen, maar wie staat hier nou voor Paradiso? Jij komt toch uit Amsterdam, of niet soms? Mijn vrienden staan hier niet, ik ben niet representant. Maakt niet uit, ik ben alleen een gestoorde eenling. En nu staat hij daar, je doet je ding, dropt je mic, maar je maakt niet eens je eindzin af. Je staat hier last met je team en crew en je t-shirt en zo en hebt het dan ook voor mijn gevoel. Wicked is gek, ik zie het daar zeker staan. Mijn band is clown en daarom zeg ik ga eraan. Hey. Hey, jongens, jongens, niet gooien, kom op. Niet doen, niet doen. Niet doen. Als hij beslist dat hij niet 16 bars wil spitten, is geen choke. Ik weet wat een choke is. Jullie weten ook wat een choke is. Als hij stopt, stopt hij squat. Oké, die shit was echt lap. Hoe wil je me battelen? Je maakt niet eens je 16 bars af. Ik geef je straf, je krijgt pillenzoek. Je hebt een chick, maar je zit al jaren naar de pil op zoek. Ja toch, het stelt niks voor. Mijn homies willen lachen, dus ik stel ja mijn klik voor. Ja toch, je staat gewoon daar. En wat jij bent is gewoon nep en gaar. Wek en raar en fucking irritant. De baas B is de man met de mic in zijn hand. Jij staat aan de kant, wat sta je dan nou zeker? Baas B, weet je wel, ik breek je bij de benen. Je gaat dus echt niet lukken. Wat ga je doen man, yo? Je verlaat de zaal op krukken. Dan ga je bukken voor een junk in de straat. Amsterdam, weet je wel. Rip die plaat, het is de baas B. Zestien. Yo, wat is het? Oké, jury, ik ben blij dat jullie zo goed kunnen omgaan met het publiek, maar hebben jullie ook een mening? Ik zie een twee, ja, nou, baas B. Baas B gaat door in de volgende ronde. Jezus, mia. Volgens mij moeten we de jury gewoon volgende keer uitnodigen voor een showcase. Staan ze op het podium, kunnen ze mics racken, DJ dingen doen. En zo, ja. Ajo, we komen zo weer terug. Heel snel. Yo, we drijven twee pokoes. En dan gaan we door met de halve finale. Kill! Zo terug. This is, yeah. Check it out. Welkom weer hier zo. All the attention right here. Luister. Halve finales, vier mensen nog over. Tim, Paradise, Baas B en Ahab. Die vier gaan door. Om te kijken wie die number one wordt. Check dan. De nummer 1. Oh, het ding is nog zwaar ook. Ik dacht dat het plastic was, maar het is echt zwaar. Wint deze de Spit National Dutch MC Battle Award. Ik hoop niet dat dit een wisselbeker is, want dit is niet iets wat je weer kan inwisselen volgens mij.
Van mij mag je het houden. En sowieso krijgen alle peoples die meedoen vanavond krijgen een goodie bag. Met gear van FUBU. En ik geloof ook een DVD van de Hulk. Ik heb de Hulk nog niet gezien, dus ik stop er alvast eentje aan deze kant. In ieder geval... Nee, jullie krijgen ook shit. Gaan jullie weg, man. Jullie zijn er niet klaar met mij. Dus de Hulk en de cd's van Universal, dat is allemaal dope shit. Ik heb er alvast eentje. Misschien heb ik er nog eentje overhaal. Die FUBU gear past mij toch niet, dus kom na de show naar mij toe. Heb ik misschien nog een leuke jas of broek voor je. Zoals ik al zei, nog 4 MC's over. Jury is klaar, Wix is klaar. Ik pak er 2 uit die hoed. 1. En 2. Baas B. De mensen hebben goede ogen hiervoor, ze zitten al voordat ik het heb. Versus Ahab. Baas B versus Ahab. Baas, kom maar met. Hoi, Ahab mag beginnen. Yo. Let's do this, y'all, the halve finales. Check it out, I'm ready. Everybody knows when I got the mic steady. Yeah, and of course we got Mr. Boss. He knows this round is a loss. Yeah, from your clique, from D-Man. Shit, this motherfucker wants to be He-Man. Back in the day, you know the cartoon. Fucking man, you sit down too soon. Shit, I only know your shorty. She formed exactly 1% of my orgy. The other 99% you've also seen. You jerk off on them in your Playboy magazine. You understand that? Everybody knows that your rap's crap. Man, why you try fucking with this? My silence too tight, you get stuck with your dick. For her. 16. Boss B. Check it out. Oké, ik heb luister. Ik stel geen hoge eisen. Ik klep niet over je arm, maar dan moet je er ook niet mee gaan wijzen. Sorry man, yo, het is toch nep? Ik bedoel, voor je arm heb ik een klein beetje respect. Ja serieus, je hebt gewoon een kutkop. Vandaar dat je de hele avond al staat met je muts op. Ja inderdaad, het is misschien voor spel maar kom maar hier, wil je me nakken jongen? Vertel maar. Je weet toch, je doet het zo graag. Maar jij met je neppe pitjes stuur ik terug naar Den Haag. Daar hoor je thuis, derde kamer nummer 2. Je moet niet fokken met de B-dubbel ASB. Het is die shit, is die shit die ik nu spit. Dus hou je bek, ik maak die hit na hit na hit. Jongen, ga nou maar naar huis. Ga TMF kijken of ga spelen met je kruis. De andere beat. Of je nou een andere beat. Check over here, yo. Yeah. Yo, check it out. Over here we got the boss of D-Man. He's a played out actor like Morgan Freeman. You're just a bunch of faggots. You're in busting verses with nuts in each other's asses. Come on, you're fragile like plastic. Fuck it, you gonna break like glasses. You must be delirious. You're like a bitch monthly. You're period. Understand that when you're hearing it? Shit, man, you're gonna beat my freestyles with your lyrics, bitch. Now come back. MCs like you, they just go whack. Man, I never heard of you. On every fucking beat, I'm gonna murder you. No doubt about that, cause everybody knows that you out of this round, you're whack. Yup, pass the mic. Was leuk. Huh, shit. Oké, is cool. Leuk hè, Ahab. Jij bent die homo omdat jij als een gay rapt. Jongen, wat sta je daar nou stoer te staan? Ik spaar er geen moer van. Dus waarom doe je nou zo stoer, man? Je rapt Engels, wat kijk je er nou aan? Waar zijn de beest op het punt om jou te gaan verslaan? Jongen, je lijkt op een faggot met je rap shit. Omdat je wax spit, ja. Je bent echt een bitch.
met je kralenketting. Het is geen vetting. Kom op nou hier, jij past niet in deze fucking setting. Deze blokkering is van mij. En jij, alsjeblieft, jij bent hierna voorbij. Je gaat de finale echt niet halen, want je komt met gare punches. Regels zijn schraal, hè? Ja, inderdaad. Ik haper er maar, dat maakt niet uit. Ik represent gewoon de fucking die me zijt. Zo, hoor. Baas B nummer 2, Ahab nummer 1. Ik zie een 1. Ahab, ik zie een 1, ik zie een 2. Kane. Kane, ben je wakker? Ik zie een 2, ai, dus nummer 2. Baas B gaat door naar de volgende ronde. Jury geeft mij een hard time. Yo, er zijn er maar twee hier in de hoed. Dat is Team in Paradise. Paradise, kop of munt. Paradise tegen Tim. Okay, then. Paradise begint. Ja. Dus jij wou mij rippen. Ben je nou helemaal belazerd? Moet ik hem dik vinden? Vanavond spit hij nog een mager. Je weet dat ik op steeds prijk. Je moet meer eten. Misschien dat ik er niet meer door je heen kijk. Shit. Jij mist zonder ballen. Je kijkt vanavond in de spiegel en denkt, shit, ik ben afgevallen. Door mijn 16 bars, hè. Je weet toch, ik lap ze aan mijn laars, hè. Ja, shit, je spit zwaar belabberd. Ik kijk hem en ik denk, hij was vroeger een gabber. Dus oké, kom maar niet pokken, want ik rip je zwaar van je sokken. Ja, man, dan kan je leuk gaan lachen. Maar shit, ik kom je hele stijl zwaar verkrachten. Hey, ben je nou helemaal belazerd? De vorige keer dat je dat deed, kostte het zijn draaitafels. Ja. Oh. Luister je wel naar wat je zelf zegt, of niet? Volgens mij luisteren jullie niet naar hem. De plaat ging nu niet skippen, omdat ik ben afgevallen. Lees je mijn lippen? En volgens mij verstaan ze de helft. Luister jongen, dat zei je net zelf. Een paradijs, wat voor naam is dat? Eva woont bij mij en Adam woont in je gat. Laten we de battle maar scotten. Is dat een kapsel of ben je soms er wel aan maar scotten? Met je koek vanille ijs en je onzekere blik. En hader je homo met gevetende pips. Ben je blij met al deze hielenlikkers? Iedereen die voor jou kan zijn internetflikkers. En Tim Beumers is een echte rapper. Jij bent helemaal niks, je doet alleen maar gekjes. Maar met jou wordt het überhaupt niks. Want van je hersens horen te zitten zit bij jou een goudvis. Blub. Show. Zo. Check hem. Die zaag zit er goed in. Mr. Wicks. Dus ik heb geen hersens, beter ga je er gewoon stoppen. Je moet niet proberen 49 woorden in een zin te proppen. Echt waar, zo flut. Echt als je freestylt, je float kut. Shit, je moet gewoon kappen, je weet toch. Je bent wel leuk met je grappen, maar verder stel jij geen move voor. Je weet toch, ik doe gewoon die hoe door. Ja, dan kan je boer roepen, ik heb geript. Je weet toch, je bent die track geskipt. En hij wint, hij staat in de finale, maakt niet uit, het is gewoon zwaar balen. En yo, je kan nu luisteren, je kan je box aan die fucking oren kluisteren. Ik freestyle gewoon door, want ik ben gewoon leuker. En yo, ik ben die in deuken, wat? Oké. Haha. Oké. Hé, daar hebben jullie net voor geklapt. 16 bars.
Hou je kop, Griet. Ik stop bij de monitor, want ik verstond je niet. Ongelofelijke mogol. Beter ga je richting huis en ga je maandag weer naar school. Dus hou je krap, bitch. Cause Tim Beumers ain't nothing to fuck with. Een battling ziet niks dan respect. Je bent mijn allergrootste fan sinds je mijn eerste album hebt. Ja, dan kan je lullen. H3 staat voor homo's, hoeren, jonge honden lullen. Hey, heet je paradijs, wat ik me afvraag. Heet je Maas soms ook radijs? Ongelofelijke eend, ik zal het uitleggen, want volgens mij hebben jullie het niet begrepen. Het is paradijs, dus heet ook Samaradijs. Tim Beumers is kankerwijs. Ik moest het uitleggen, jij moet naar buiten rennen. Kanker alsjeblieft op met je puistenveentje. Hoi. Ai. Jury! Ik zie er twee, ik zie drie twee's. Tim, zit in de finale. Dus het is Tim tegen Baas B. De grote finale. Gewoon nog een plaatje draaien, gaan we gelijk door. Nee, we laten de jongens even uitrusten. Twee minuutjes zijn we weer terug. Of drie minuutjes, weet ik veel. Eén plaat, twee platen. Zijn zo weer terug. Aizo, ladies and gentlemen. Ik heb even mijn cuecard nodig. Want ik moet zeggen dat de finale begint. Oh nee, dat staat er niet. De winnaar wint een platencontract bij Top Notch. En de runner-up wint een, ja, ik wil niet zeggen een, maar wint studiotijd bij Quiet Storm. Ik weet niet hoeveel studiotijd, maar ik neem aan dat je gewoon zeker 5, 6 pokoes demo-wise of production-wise gewoon goed kan opnemen. Dus ja, Tim of Baas B heeft in ieder geval dat in zijn zak. Je moet het nog bedanken. Oh ja, ik moet nog bedanken. Dus Top Notch, Quiet Storm, Paradiso, MTV, Universal, Fab Channel en Fats Promotions. Maar ik wil een big up geven aan alle 1200 plus mensen hier in het huis. Amsterdam, passie, let me. Hey, yo! Word up, yo. Ik ben blij te zien dat er nog steeds mensen diggen. En beats droppen. En hip-hop loven from the heart. Want dat is uiteindelijk waar jullie hiervoor zijn. Toch om te zien wie de beste skills heeft. Toch? Kijken wie die beste skills heeft. Ik word emotioneel. Wix, let's do this. Baas B, Tim, let's do this, peoples. Jullie zijn de laatste twee. Jullie zijn de laatste twee. Aan elkaar gewaagd. Aan elkaar gewaagd. Kom een munt. Oké. Aizo, Paradiso, de finale van Spit, Dutch National MC Battle 2003, gaat nu beginnen. We beginnen met Baas B als eerste, daarna Tim. Paradiso, ja, die biedt even inkomen dan. Oké dan, check. Laat maar komen dan. Ha. Oké dan, Tim. Je naam is Tim Beumers. Hij is zo groot, maar gedraagt zich als een dreumes. Tim, simsalabim. Ik hak je ballen eraf en noem je daarna gewoon Kim. Ja serieus, je hebt geen ballen. En je hoeft niet op dieet, omdat je toch wel af gaat vallen. Ja serieus, je stond in de finale tegen Lange Frans. Maar nu ga je het alweer niet moeten halen. Ja, sorry man, hoe oud ben jij? 35? Hoe lang wil je nog blijven rappen? Serieus, het is die shit. Gozer, ik stuur je nu alsjeblieft naar weg met Spit. Die gozer dacht zeker dat die robber kwam. Maar ik stuur hem rustig naar Rotterdam. Pak je koffers man, het was een bibbering, ik heb scheid. Je weet de Baas B, die rapt toch tijd. Hey. Wacht. Ja, haastige shit, joh. Beetje spanning opbouwen, toch? Beetje spanning opbouwen. Tim, 16 bars. Dat je vanavond gaat winnen, daarvan mag je dromen. Je zegt zo vaak serieus, word je niet serieus genomen. Luister en hoor je me schat, je allerbeste nummer is Sletje en die schreef je voor Frans.
Dat sta je hier nou te liegen. Wassenaar is nog meer straat dan je woonplaats, Tima. Ik heb iemand geneukt zonder liefde. Bart Zijlstra, je lijkt op je zus zonder tieten. Ja, voelde je die? En heel het publiek begrijpt hem ook. En jij niet. Want je kent je eigen familie niet. Ga alsjeblieft in Nijmegen weg, voordat ik je in Nijmegen schiet. Wat zeg je nou over een dreumes? Baas B, fuck jou. Wie is de baas Peumes? Kijk maar aan als ik je dis. Je wordt hier geklaard door een boy uit Spijkenis. Oké, leuk. Zo. Zo dan. Wat zo? Hoe is dit mijn plaat? Ai, yo, Wings, doe je ding, man. Het is jouw show vanavond. Jouw show vanavond. Bas! Oké, dan, overslet je nog die vetbrots. Wat ik gehoord heb, hij regelt ziggies op de jetbox. Ja, inderdaad, ik heb het wel gezien, ja. Ze staat hier vooraan en de naam is Davina. Yo, dat is er zeker. Man, ik kom je beide benen breken. Serieus, je was te dik om haar te bonen. Toen ging je er maar beffen, was ze nog niet eens klaar gekomen. Ja, jongen, helaas. Je moet gewoon niet fokken met de fucking baas. Inderdaad, nu maak je me kwaad. Ik was kalm en relaxed, maar ik schop je zo op straat. Ja, inderdaad, je weet de dagelijkse swing. Jij bent de grootste bitch in deze ring. Tim, Sugarly Hooper, dan moet je op rijmen. Man, moet je niet poepen? Ja. Yes, baby, yes, baby. It's on, it's on, it's on. It's on. Ik hoorde iedereen schateren. Ga alsjeblieft weg, moet ik je eraf lazeren. Je bent een wekker dan André Hazes. Hé, hey, je hele fucking stilo die is gratis. Hou alsjeblieft je kotenkop, van jouw winnen is zo makkelijk. Steek alvast een blootje op. Ik hoef niet eens nuchter te zijn. Volgens mij is heel het publiek voor jou en is je kutje te klein. Viel jullie je één ding ook op? Hij begint te haperen als hij het niet meer weet uit zijn kop. Dat lijkt me een duidelijk bewijs dat je al die dope zinnen thuis schrijft. Nee, en hoe ken je Davina? Zeg je dat nu uit je hoofd of je kop als een vagina? Als dat mij ligt, ben jij de dimmer. En vinger ik je kankerkop met vijf vingers. That's it, that's it, that's it, that's it, that's it, that's it. That's it, that's it. Volgend jaar zijn jullie allemaal, krijgen jullie allemaal twee bordjes en twee in één en mogen jullie het zeggen, ja? Volgend jaar mogen jullie het allemaal zeggen. Maar vanavond hebben we vijf juryleden uitgenodigd om te zeggen wie er hier het beste flowde net. Oh, ik zie een twee. Jij bent twee. Ik zie drie twee's. Ik zie drie twee's, ik zie vijf twee's. Dat betekent Amsterdam. Dat de winnaar van de Spit MC National Dutch Battle and all of that komt uit Spijkenisse. En zijn naam is Tim. Juist hem. That's the way we love it, yo. Hip hop forever. Show your love. Word up, man. Deze gasten waren elkaar gewaagd. Uiteindelijk is Tim de man. Waarvan de jury denkt van, joh, dat is de man die moet winnen. Dus, dames en heren, er is maar één winnaar vanavond. En dat is Tim uit Spijkenisse. De rest, bedankt voor jullie aandacht, voor jullie love en voor jullie energie. En als jullie het beter kunnen, schrijf je volgend jaar in. Als jullie het beter kunnen, schrijf je volgend jaar in. En doe mee. Doe alsjeblieft mee. Als je het beter kan, doe mee. That's the word. Ja, dank jullie wel. Check it out. Ik wil hier op het podium Kees de Koning van Top Notch. Ik wil hier op het podium Daryl Bell van Quiet Storm. En ik wil hier op het podium de algehele organisatie van Spit.